Vandaag gaan we maken een pulpo, octopus. En daarbij hebben we nodig grove zeezout, laurierblad, laurel en een ui, una cebolla. Dat is voor om in de pan te gooien. Als die klaar is, dan gaan we hem afmaken met olijfolie, pimenton picante, dat is paprika poeder pikant en een beetje zeezout. Dus dan gaan we eerst een hele ui in de pan gooien. We pakken even wat zeezout. Die gooien we erin. En een handje vol met laurierblad. En dan laten we het water koken. Goed. Het water kookt. En we gaan die octopus, de pulpo, gaan we erin doen. Nou, mijn jongen, daar ga je. Kijk eens, een prachtig exemplaar. Hij gaat erin. En voor het goede, als hij vers is en niet diep gevroren is geweest, haal je hem, als het water weer kookt, haal je hem er 3 keer uit. Dus je haalt hem eruit, laat het water weer opkomen, duim hem er weer in en dat doe je 3 keer. En daarna laat je hem zo'n beetje 40 minuten zachtjes pruttelen in het water. En dan is hij bijna klaar. Deksel er weer op. En dan kookt hij sneller. Goed, we gaan eens kijken hoe het met onze pulpo is. Onze octopus. Kijk, hij komt al. Zie je, de huid begint al een beetje te snijden, zeg maar. Te schilferen. En hij is mals. Want je knijpt hem eventjes met een tangetje. En je voelt het al dat hij mals aan het worden is. De 40 minuten zijn ongeveer voorbij. Ja. We zetten het vuurtje uit en we laten hem nog eventjes, zo'n beetje 5 à 10 minuten, laten we hem nog even in het water liggen na koken. Maar het vuur moet uit. Zo, de 10 minuten zijn verstreken. We gaan de pulpo uit de pan halen. Ik zal even een blaadje erbij pakken. Kom jongen. Daar gaan we. Hij is wat gekrompen. Je ziet het. Er gaat 25% ongeveer van het gewicht van die pulpo gaat eraf. We laten hem eventjes afkoelen. En pulpo hoor je eigenlijk niet te snijden, maar pulpo hoor je eigenlijk te knippen. Met een schaar. Dat gaan we dan doen. En dan gaan we meteen even een postje maken. Hij is heet. En ik verbrand mijn handen. We gebruiken alleen maar de tentakels van de octopus, niet de kop. Dat is boterzacht, jongens. Dan gaan we er wat extra virgin olijfolie eroverheen gooien. Wat grove zeezout. En pimenton picante. Om te serveren doen we er wat prikkertjes op. En een paar sneetjes brood. En klaar is die. Pulpo a feira. Inktvis op een feestelijke wijze bereid. Buen provecho.